Partij voor de Dieren staat in een lange traditie van emancipatiebewegingen uit het verleden. Na de afschaffing van de slavernij, het geven van rechten aan vrouwen en kinderen en het geven en het erkennen ook van homorechten en LGBTI-rechten, is het belangrijk dat wij ook opkomen voor dieren. Wat belangrijk is, is dat al deze partijen hier vanavond zeggen dat ze voor de LGBTI-gemeenschap staan. Maar in een samenleving waarin vooral geld voorop wordt gesteld, de korte termijn belangen van met name de westerse mens centraal staat, is emancipatie van vrouwen, van LGBTI's, heel erg moeilijk te bewerkstelligen. Dus we zullen op een hele andere manier onze economie ook moeten gaan inrichten, waarbij de echte waarde van het leven voorop komt te staan. Zorg voor elkaar, onderwijs. Dat we elkaar weer weten te vinden. Dat er ruimte is voor ieders identiteit. Op dit moment is economie vooral gebaseerd op meer produceren, meer consumeren, harder werken, langer doorwerken. Dat is niet de samenleving die werkelijk inzet op persoonlijke ontwikkeling en emancipatie. Daarom is het een tijd nodig dat er een plan B komt. En waarbij vooral politici aan de macht komen en politici in de Tweede Kamer zitten die vasthouden aan de idealen in plaats van de ene onderhandelingstafel naar de andere gaan om akkoordjes te sluiten waardoor er geen enkel ideaal meer overeind blijft staan. Dank u wel.